Laat zich aanzien dat de werkzaamheden aan de Van Rechteren en Limburgzingen langer gaan duren dan voorzien. Waar zit hem dat in? Dat zit hem in onvoorziene werkzaamheden die zich aandoen. De roest in de wapening die u hierachter ziet, die is groter dan verwacht. En dat betekent dat de hele laag eraf moet. Daar gaan deze grote machines die naast ons staan, die gaan daarmee bezig. En dat leidt tot een vertraging van ongeveer 2 weken. Daar zullen de mensen in Almelo niet blij mee zijn. Maar goed, we moeten er ook voor zorgen dat de Van Rechteren Limburgzingel er goed bij ligt. Hè? Dat mensen daar ook in de komende jaren goed gebruik van kunnen maken. En dan moet je de werkzaamheden gewoon goed aanpakken. En dan duurt het overlast wel ietsjes langer, dat klopt. Maar aan de andere kant hebben we daar ook weer gemak van, de automobilisten, maar ook het vrachtverkeer. Want als wij dit niet in één keer nu goed aanpakken, dan had ook de Van Rechteren Limburgzingel voor vrachtverkeer afgesloten moeten worden. Ik hoor ook veel de vraag van, goh, kunt u hier niet 24 uur per dag aan het werk zijn met de manschappen die nu naast mij staan? Nee, dat kan niet, want er staan ook huizen op de achtergrond. Er wonen ook mensen om dit gebied heen. En als je de hele nacht gaat lopen beton boren of het stralen, het gaat met water, dan leidt dat tot dusdanige overlast dat mensen niet meer fatsoenlijk kunnen slapen. Dus 24 uur per dag doorwerken is helaas geen optie. Er is aan alles gedacht, hè? Er is inderdaad aan alles gedacht. De vertraging is, zoals u ook al zei, niet leuk, maar wel noodzakelijk. En we hopen uiterlijk 9 november de weg weer open te kunnen stellen.